Goedemorgen. Het is vandaag de dag dat ik iets ga ophalen waar ik al heel lang op zit te wachten. Het is iets wat ik al een tijd geleden geprobeerd heb, 2 keer. En waar ik helemaal weg van was. Ik vind het super tof. En vandaag is het dan eindelijk zover dat ik het zelf mag ophalen. En waar heb ik het dan over? Ik heb het pakket en ik ga hem zo uitpakken. Als ik thuis ben. Het is best wel zwaar. Best wel groot. Daar is de doos. Wat zit erin? Ik heb het spannend gehouden. Maar het is de PlayStation VR. Ik vind het zo leuk. Ik heb hier al een paar keer op gespeeld. En ik wil het, vanaf het moment dat ik het zag, wil ik het hebben. En ik heb het nu gewoon hier zo. In deze doos zit alles als het goed is. De VR zelf. De PlayStation 4 en de controllers. Yo. Goedemorgen, deze keer vanuit Café de Woonboot in Kampen. En dan zou je denken, waarom Café de Woonboot in Kampen? Nou, Café de Woonboot in Kampen is van niemand minder dan Stef Ekko! Hey. En mocht je nou nog niet weten, dat is natuurlijk van... Lieverte de kinderkist, dan weer een feestje gemist. Onze held van de vlog, ja, in een paar vlogs geleden zag je hem ook al voorbij komen. En sowieso gewoon een held, want jouw nummer, dit nummer is zo groot aan het gaan. Ik vind het echt lachen. Ja, bizar. Ik ben er super blij mee, super trots op. Ja. En ik vind het leuk om in de vlog erbij te zijn vandaag. Nee, dat kan ik geloven. Super tof, echt. Hey, we gaan vandaag een nummer maken samen. Ja. Dat wordt een knijter van een hit. We gaan ons best doen. Ik weet nog niet precies hoe die eruit gaat zien, maar ongetwijfeld dat het de nieuwe Liever te dik in de kist wordt. Laten we het hopen. Druk in het schrijfproces van onze nieuwe mooie smart lab. Ik vind dat aardig lekker gaat, toch? Ja, het valt me niet tegen van joh, absoluut niet. We hebben dus een voorbeeld van de muziek. Ja. Dit zijn alle schetsen van teksten. Die moeten we zo meteen even goed leggen en dan hebben we het nummer. Ja, oké. Als ik terugkijk was je lelijk. Dat heb ik gisteren niet gezien. Een wilde nacht. We gaan hem doen als one taker. De hele clip, het hele nummer in één keer. Ik ben klaar voor. Hit it! Now! Steph, let's go! Ik werd wakker met een kater. Ik pak hem opnieuw en check de foto's. Dat heb ik gisteren gezien. Ik dacht, maar dat kwam puur en alleen. Zo, die staat erop. In één take. Komt deze biljetten. Voor het shot halen we eventjes de gokkast. Ja, €2 ingegooid. En nou. Hier kan ik geen smartlap over zingen. Dit is gewoon, dit is mooi. Lekker hoor. Nu gaan we PlayStationen, maar dat doe ik niet alleen met Lisa. Yes. Nou, spring achterop. Ik heb er zin in. Ja, ik spring achterop. Oh, er wil nog iemand. Ja. Zelf touw. Leuk, ik denk dat je me wil oppikken. Tuurlijk. Nou, dan zijn we over een minuut thuis. Zit je lekker? Ik zit heerlijk. Moet ik verder filmen of is het goed zo? Ik vind het goed zo, we gaan lekker naar binnen. Lies, ik heb het klaargezet. Nee, ik vind het niet leuk. We beginnen met het leukste spel, dat is het ik horrorspel. Ik ben heel erg bang, ik hou niet van horrorfilms en zo. Dat vind ik echt eng. Dit is echt intens. Ah nee, dit vind ik echt kut. Hier ligt hij. Fuck my life. Wat doe je me aan? Ja, dit mag je aandoen. Opdoen. Oké, okay, en wat moet ik nu doen? Oké, okay, gaan we in het midden van de bank zitten. Ja. Whatever. Er is een rechts. Oh. Oeh, ik heb enge armen. Oh my god, dat gaat veel te snel. Oh my god. Schieten! Ik heb er binnen. Nee!
steeds dood. Ik kom hier niet. Zal ik het eens proberen? Er vliegt hier ook rechts iets van, maar hier zo. Ik heb ze best wel dood. Oh shit. Oh my god. Waar komt die vandaan? Zij zijn wel lekker op zich. Ja, dat was level. Wow. Oh. Oké, nou, jij bent weer. Heftig. Je bent wel goed, toch? Oh. Beter dan ik. Nu ga ik nog een keer. Wat een heftig spel blijft het toch. Wow. Ja, jij nog eentje? Ik pak er ook eentje. Heb je hem, het stuk tv-boek? Ik heb hem, het stuk tv-boek. Wow. Wil je nou weten hoeveel jongens Thomas gezoekt heeft? Dat kan. Ik heb hem natuurlijk wel laten inpakken, want ik hou van cadeautjes voor mezelf. Oh my god! Ja! Yeah! Nou, even signeren, heb ik een gesigneerde versie, heel cool. Wat? Oh, dat is een kind daar, what the fuck? What the fuck is dit dan? Hey! Oh! Oh! De PlayStation zit er ook weer op. Was leuk, toch? Ja, ja, dank voor de invite. Tuurlijk, tuurlijk. Oh, jouw kanaal staat het ook. Ik moet sowieso gewoon even kijken. Ik ben super goed met die shoutouts en collabs en dat soort dingen. Ik ga editen en ik ga met mijn broertje eten. Oké. Okay. Dus ik ga niet. Veel plezier. Thanks. Doei. Sowieso, iedereen. Dat is niet normaal. Thomas is aan het vloggen, Kai is aan het vloggen, Supergaan is aan het vloggen. En Monica? Monica is aan het vloggen. We zijn vlak voor de livestream, dit is gewoon de tijd dat het moet gebeuren. Maar ja, want zo meteen gaan we nemen wat het live en dan houden we het gewoon op. Maar goed, voor mijn vlog dus. Domien is de gast in de livestream zometeen. We hebben er nog veel meer. Ja, superleuk. Hey, ik ben binnenkort ook echt de gast bij je, hè? Zo. Voor de Noordkaap Challenge. Ga jij ook mee? Ik ga het doen met To. Ik dacht dat we één To mee gingen. Nee, twee To's. We gaan twee To's mee. Ja. Maar gingen jullie de hele trip nu mee, of niet? De hele trip. Dan heb ik wel allemaal mietjes gezeik gehoord over invliegen en... Ja, die is er ook. Dat is Maan. Die komt invliegen. Ik Maan? Oh, Maan is Maan het mietje. Maan is het mietje. Die komt op de Noordkaap Challenge. Dat er één kandidaat is die dus gaat invliegen. Dat is Maan. Ja, Maan. Maar To en ik gaan samen... Die gaan... Het ziet er voor mij niet uit. Maar Toon, heel even Monica Gruijs even dissen in de tussentijd. Wat loop je nou zuur te doen, Geuze? Nee, Kai was net aan het vertellen dat het zo dom is dat iedereen hier altijd dezelfde vlog wilde heeft. En toen stond ik op en zei Kai, maar jij was wel de eerste die vlogde. En toen stond ik op en toen stonden jullie hier met z'n tweeën jullie gesprek te vloggen. Maar mensen gaan nu alle vlogs terugkijken om te kijken hoe het gesprek precies in elkaar staat. Goede kruisbestuiving. Hey, joe, joe. Volg allemaal Monica. Ja, ja, volg mij. Dus, we waren bij de Noordkaap. Ik ga dus met Thomas van de vlucht samen in een auto van Nederland naar Noord-Noorwegen. Vette reis hoor. 7 december zijn jullie dus op, geloof ik. Ja. Kort voor 8 dan starten we. Starten bij jou en onderweg kunnen dus mensen allemaal opdrachten voor ons insturen. Ja. En die moeten wij dan daar gaan uitvoeren. Voor geld en het geld gaat dan naar Security Quest. Dat allemaal op 3fm.nl is Noordkaap. Ja, zoiets. Vet. Okay. Nou, wordt lachen. Ja. Maar dan zie ik je weer, dus ik ga nu even daar kijken. Die ben je ook in mijn vlog. Yes, vooraan. Hé, hey, waarom heb je zo'n ding op je, zo'n pluis? Is dat zo'n geluid? Oh, dat werkt wel goed. Ja. Oh, super. Domine, top, Domine heeft hem ook. Ik ben even mijn contract even aan het doornemen. Contract. Deelnemen voorwaarden. En daar leid ik je een beetje van af, zodat je tekenen. Ja, 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 want ik weet, er staan er gekke dingen in en zo. En dit is mijn ziel verkocht. Sowieso. Ik heb er geen zin in. Maar hoeveel geld heb je op rekening? Zo, nu. Ik denk nu iets van.
3.000 tot 4.000 denk ik. Ja, weet je dat gewoon zeggen? Maar, wat ik nog even wat vergeten te zeggen, er zijn heel wat factuurtjes onderweg. Jullie moeten opschieten, want incasso is daar. En als incasso die komt, dan kom ik. You know? Oppassen, als je nog geld moet betalen. Gelijk betalen. Ook bij mij trouwens, ik heb ook heel veel bank betaald. Ja, niet normaal. Wanneer je geld moet geven dan, hè? Niet normaal. Volgens mij zei ik de vorige keer iets van dat we weer een vernieuwde studio hadden of zo. Dat we het weer terug deden bij onze oude plek. Nou, nu hebben we hem echt vernieuwd. We hebben namelijk een heel decor. We hebben schermen. We hebben nieuwe tafels, nieuwe banken, alles is vernieuwd. Ik word helemaal gek. Er zijn hier zoveel mensen aan het vloggen dat het echt niet grappig is. Er zijn er te veel, dus ik ga er ook mee stoppen. We gaan gewoon een livestream doen. We gaan een livestream kijken. Jullie gaan een livestream kijken. En ik ga het doen. Dat is het doel. Goed verhaal. Ga door. Hij vlogt ook, hè? Ja, we gingen ook over praten over kinderen en dat. Die mannen doen druk, maar ik ben de brug. En dit is een bekend shot, een hoop gekkigheid later. We zijn klaar met de livestream en klaar met de dag. Maar we gaan nog eventjes de stad in met z'n allen, want we moeten vieren dat Concentrate een hele nieuwe uitstraling heeft. Ga naar Concentrate, kijk naar de banner, kijk naar de foto's die we hebben. We hebben nieuwe foto's, nieuwe stijl, nieuwe uitstraling, nieuwe uploaddagen, nieuwe... Nou, dat is een beetje hetzelfde, maar nieuwe structuur. Check het! Wij gaan dat allemaal vieren met z'n allen. Dat gaan we doen. Dus ciao. En abonneer ook op dit kanaal.